Ja, Dick Jaspers die gaat maar door met zijn sport. Sinds hij in de bardancing van zijn grootouders werd besmet met het virus, is het nooit meer overgegaan. In Nederland krijgt zijn sport niet al te veel aandacht, maar in landen zoals Zuid-Korea hebben ze een 24-uur tv-kanaal met alleen maar biljarten. En daar zie je Jaspers ook vaak. En daar is hij een superster, je hoorde het net al. In Cairo in Egypte werd hij in oktober voor de vierde keer wereldkampioen. Verslaggever Hannelore Struijs die zocht hem daarna thuis op. Als er thuis getraind wordt, dan zet Dick Jaspers graag een goede plaat uit de jaren 80 op. Want het is weer fijn om thuis te zijn. Afgelopen 10 dagen zat hij in Cairo, waar het wereldkampioenschap drie banden plaatsvond. Met dit weekend als hoogtepunt. En daarom doet Jaspers zijn laatste slag in Cairo voor ons graag nog een keertje over. Dat was hem. Dat was toch Dick? Ja, zo ging die, hè? Ja, er zat een grote klos in. Ik moest die bal 2 moest ik voorblijven. Het punt was zelf niet zo heel erg moeilijk. Maar die beweging, dat moet natuurlijk wel kloppen. Je hebt natuurlijk spanning, uiteraard. Als je dat punt maakt, ben je wereldkampioen. Als je dat punt mist, dan krijg je weer opnieuw die penalties. Daar wil je echt niet aan denken. Dus je moet het afmaken. Ja, het was 36-40. Jij moest vier driebanden in één ruk gewoon uitmaken, hè? En toen krijg je dus de penalties. Dus dan mag iedere speler met de opstoot beginnen. En dan kijken wie de meeste punten maakt. Ja, ja. Nou, mijn tegenstander Bury uit Frankrijk die begon met 2. Dan moet ik er 3 maken. Maar je moet eerst die 2 maken. Ja. Dus dat is niet zo simpel, hoor. Nee, maar die druk. Je staat er alleen voor, Dick. Je staat er met bonzend hart aan die tafel. Hoe? Of niet? Ja. Ben je rustig? Ik ben wel heel kalm. Ik kan ook cool zijn. En ik had al een paar mentale moeilijke momenten achter de rug in dat toernooi. Ik had al een paar hele zware partijen, waarin ik ook achter stond en het toch nog won. Maar je hebt ook ooit eens gezegd, als de mislukking eenmaal in je hoofd zit, krijg hem er dan nog maar eens uit, hè? Ja, je moet je zo kunnen focussen en zo kunnen concentreren op die positie. En al het andere is onbelangrijk. Ja, maar die gedachten dringen zich toch soms op. Hoe zorg jij ervoor dat ze niet opkomen in je hoofd? Doe je dat? Ja, dat leer je ook. Ik heb al 30 jaar topsport ervaring achter de rug. Kun je dit nu beter dan 20 jaar geleden? Ja, ik denk het wel. Ben je cooler? Ik was vroeger eigenlijk ook best wel cool, moet ik zeggen. Omdat ik me heel goed kon concentreren. Ja. En omdat het eigenlijk, er kon een bom afgaan daarnaast, maar ik hoorde niks. Welk biljart is dit, Dick? Dat is het. In de Rukven, café Trefpunt toen. En daar ben ik eigenlijk... Van jouw grootouders, wat ik net zei? Nee, dat was niet in het café van mijn grootouders. Dat was eigenlijk waar ik dus jeugdcompetitie ging spelen. En daar staat hij, hè? District. Daar was ik een jaar of 8. Heb je daar nou een bril op? ja. die heb je niet meer. Nee. Heb jij speciale methodes om jezelf voor te bereiden op een partij? Ja, ik wil het liefst met rust gelaten worden. Een half uur voor de wedstrijd. Ik ga meestal ook al naar de voorgaande wedstrijden kijken. Wedstrijden die dan bezig zijn. Een beetje kijken hoe dat biljart loopt. De afslag van de banden en zo. En een beetje in die sfeer te geraken. Maar mensen en, moeten niet tegen je gaan lopen ouwe hoeren op zo'n moment. Ja, geen lange moeilijke verhalen. Nee. rustig kijken? Nee. Ja. En tegenwoordig is dat steeds... belangrijk, hè? Want de partijen zijn korter. Het niveau is nog weer een stuk hoger. De spanning neemt toe. Je moet je ontzettend goed voorbereiden. En gelijk al in de eerste beurten van de partij moet je onderhand al het verschil maken. Die geur van sigarenrook om het biljart heen, hè? Is die inmiddels weggetrokken? Is dat oude mannen-imago, is dat eraf inmiddels? Dat is al lang weg. Want er zit zelfs glitter en glamour aan die wereld. Hè? Je bent in New York wezen biljarten in het complex van een miljardair. Ja. Nou ja, wat maak je mee als biljarten? Ja, ik heb veel meegemaakt. Ja. Ik heb ook een privé-toernooi meegemaakt in Monaco, jarenlang. En natuurlijk ook in Zuid-Korea heb je prachtige invitatietoernooien van grote sponsoren. Dan word je totaal in de watten gelegd als biljarten? Ja. Als een vorst onthaald? Nou ja. Ja. Het valt allemaal wel mee, maar er wordt goed voor je gezorgd. Ja. Je kunt je echt professioneel bezighouden met je sport. Ja. En
Ik zei in het begin van deze uitzending, het smaakt nog steeds naar meer. Dat is echt zo, hè? Jij bent er niet op uitgekeken. Nee, absoluut niet. Hoe lang ga je door nog dit? Ja. Je bent nu 53? Ja. Ja. Kun je nog 10 jaar mee? Ja, als ik goed voor mezelf zorg. Ja. Blijf gezond, hopelijk. Dan moet het kunnen. De motivatie is er, die passie is er zeker. Ik wil er nog uithalen wat erin zit. We blijven jou volgen, Dick. Op naar het 5e wereldkampioenschap, zou ik zeggen. Wie weet. Je moet altijd een doel hebben. Ja, zo is het.